En het gebouw komt 1 meter achter mij, bovenop ook nog op een bult, op een terp. Om voldoende elektriciteit te kunnen leveren aan bedrijven en woningen in onder andere Serenberg, Lengel, Zeddam en Stokkum, moet het huidige regelstation van Liander aan de oude tramweg in Lengel worden vervangen voor een groter gebouw. Liander geeft aan dat het regelstation omgeven gaat worden door een klein bos, maar dat is volgens raadslid Joost Gerrissen niet mogelijk met de huidige plannen, waarbij volgens hem het gebouw 1 meter van de erfgrens staat. Ja, als je een strookje grond van 1 meter overhoudt, dan is er gewoon te weinig ruimte om hem, zoals de gemeente schrijft, om hem in een bos te omgeven. Dat gaat niet. Kun je een buksenstruikje opzetten, maar meer niet. En al helemaal geen boom. Ja, en ik zou toch het perceel verlagen, zodat hij dus minder in het zicht komt. En dat je hem niet op een bult of op een terp bouwt. En zodat je hem zoveel mogelijk kunt verwerken in het landschap. Dat er een nieuw regelstation moet komen, staat vast. Maar volgens Gerritsen hadden ze het gebouw beter op een andere locatie kunnen realiseren, zoals op het bedrijventerrein. De locatiekeuze is eigenlijk gemaakt door druk vanuit Liander om geen vertraging op te lopen. Kijk, en nu wordt er een bestemmingsplan in voorbereiding gebracht. En ik ben bang dat er dadelijk een bestemmingsplan ligt waar ook niemand echt blij mee is. Waar dus uit blijkt dat een landschappelijke inpassing en nog meer zaken niet goed zijn geregeld, terwijl daar nu nog wel de kans voor is. En ik ben bang dat er straks toch wordt ingestemd met zo'n bestemmingsplan. Ook weer met dezelfde reden om geen tijd te verliezen en geen vertraging op te lopen. Liander geeft aan dat ze meerdere locaties hebben onderzocht in een straal van enkele honderden meters rond het huidige regelstation. Maar dat ze daarbij beperkt werden door gemeentelijke en provinciaal beleid. Zo is een groot deel van de gronden aangewezen als waardevol open gebied dat behouden moet worden. Voor Gerritsen voelt het onderzoek als een toneelstuk. Ze zeggen dat ze verschillende locaties onderzocht hebben, maar eigenlijk staat van meet af aan staat deze locatie al vast. En ze hebben ook een locatie onderzocht waar het gebouw überhaupt niet eens had opgepast. Ja, dan vraag ik me af, hoe serieus moet je dan zo'n locatieonderzoek nog nemen? Binnenkort moet de gemeenteraad groen licht geven op het bestemmingsplan. Het raadslid van Daadkracht hoopt dat er voor die tijd nog iets met zijn ideeën gedaan wordt. Ik vind dat je in een vroegtijdig stadium weten nu aan de bel kunt trekken over een aantal zaken en proberen die te verwerken in een bestemmingsplan als dat je daar straks mee geconfronteerd wordt.